Ja, hoe ga je dat uitleggen? Goedemorgen, zonnestraaltje. Wakker worden. Dat gaat een natte bedoeling worden. Het weer vandaag. Ondanks de regen leek het ons vandaag wel een goed idee om een beetje van de wijde omgeving van Yangon te verkennen. En als het goed is lopen we nu in de richting van het treinstation. En de dames zijn gehuld in een poncho. I take one with flowers. Nice to meet you! Wij zijn echt een attractie hier. Wel leuk. Wat een hectiek, hè? Ongelooflijk. De zon gaat schijnen. Tenminste. Ja, lijkt het op. We staan in de trein. Je kan voor veel geld naar een pretpark, leuk, maar geef mij maar dit. Voor een paar dubbeltjes koop je een treinkaartje en kun je jezelf helemaal onderdompelen in het echte leven van Myanmar. Lekker. Krijg je een druifje. Jezus. Op naar de marmeren Boeddha. Zo, na best wel een heftige treinreis. Even tijd voor een bakje koffie. 3 in 1. Kijk, daar staat hij. De marmeren Boeddha. Deze mega grote Boeddha is opgetrokken uit één stuk marmer gevonden in de buurt van Mandalay. Ze hebben daarvoor een deel afgemaakt, toen per boot en later een stukje spoor, wat ze speciaal hebben aangelegd, hier naartoe vervoerd. En hier is hem afgemaakt en nu is hij hier voor iedereen toegankelijk in Yangon. Hebben jullie gemerkt? We zijn bij de Boeddha geweest en ineens regent het niet meer. Even de dagen staan hier door. Stop, stop. En wat is kat? Kat is een soort van spul waarop ze ja kouwen. En dan, maar dan later, dat is heel erg vies. Dan zie je zo tussen de tanden, zie je iets rood.